We gaan verder met de kunst der verleiding. Want daar gaat het vandaag eigenlijk over. En een paar mooie voorbeelden weer voor u. Want er zijn allerlei creatieve digital agencies op de wereld bezig met het verzinnen van nieuwe spannende verleidingsmethoden. U heeft er al iets van gezien. We gaan er in de komende sessie nog meer van zien. En een van de sprekers zei altijd zo leuk om te zien hoe we op verschillende plekken op de wereld eigenlijk hetzelfde wiel zitten uit te vinden. Want dingen die ik hier zie gebeuren bij ons ook, weer net op een andere manier. En dat geeft natuurlijk helemaal niet, want goed pikken is het halve werk. Dus daarom is het ook zo goed dat u hier zit. Neem die kennis mee naar huis en doe er wat moois mee. Bij mijn voorbereidingen op dit congres, dat betekent lezen en mensen spreken, zat ik wel eens in een dipje. U weet wel zo, 's middags om een uur of drie eigenlijk geen zin meer. Je begint te geven. Was de dag maar voorbij. Kon ik maar niet naar het Nederlands elftal gaan kijken. Maar kon ik maar wat leuks gaan doen. En ik kan iedereen aanraden die wel eens in zo'n dipje zit, om de Facebookpagina te bekijken van Tribal DDB. Dat is een creatief bureau, creatief digitaal bureau. En die laat daar een soort showcase van alle spannende dingen die ze doen. Het was werkelijk voor mij een geweldige verademing om hun werk te zien. En ik kreeg er enorm veel zin in. Omdat het verbindt niet alleen, vond ik, goede content met heel veel. Of het had niet alleen goede content, maar het verbond het met ontzettend veel lol. En er is iemand bij Tribal DDB die daarover gaat. Daar is natuurlijk een Engelse naam voor. Dat is de User Experience Director. En die geef ik heel graag het woord. Zijn naam is David Vogel. En ik hoop ontzettend dat hij gaat uitleggen hier zijn levensmotto. I'm not a robot, I'm a unicorn. Het woord is aan David Vogel. Zal ik beginnen met de robot en de unicorn? Dat is dat is afkomstig van een experiment, ik geloof een half jaar geleden of zo, waarin ze twee chatbots met elkaar hebben laten praten. Je moet het maar googlen, want dan kom je dat zo tegen. Een heel bizar experiment waarbij dus twee chatbots met een zekere artificiële intelligentie, die gaan dus met elkaar praten en daar ontstaat een absurd gesprek waarin op een gegeven moment een van de twee claimt, I'm not a robot, I'm a unicorn. En dat vond ik zo'n mooie line. die moeten we erin houden. Captivate your audience. Ik sta hier, zoals gezegd, in de hoedanigheid van User Experience Director. User Experience, wat dat is, weet denk ik een deel van jullie heel goed en een deel van jullie misschien nog niet. Als User Experience Designers zelf moeten uitleggen wat ze gaan doen, dan ontstaat er meestal een heel verhaal. Ik heb ook wel op andere congressen vol met UX designers gesproken. En als je dan vraagt van wat doe je, nou dan komt van content en informatiearchitectuur en interaction design. En er zitten strategische dingen zitten allemaal bij. Maar een helder verhaal wordt het nooit, maar het op een gegeven moment voel je alsof ze deze persoon zeg maar beschrijven. UX designers die zien zichzelf echt als de verlosser. Die het internet, dat het rommelige rot internet gaan helder gaan maken en mooi gaan maken en voor iedereen toegankelijk en weet ik veel wat. Nou, als je dan vraagt aan zo'n UX-designer, wat vind je van advertising? Wat is een advertiser? Nou, je voelt hem al aankomen. ik heb dat meer dan eens moeten uitleggen wat ik in godsnaam doe als UX-designer bij een advertising agency. Nou, ik denk dat advertising houdt zich, wie de fantastische documentaire The Century of the Self heeft gezien, zo niet, googelen. Die weet dat sinds het neefje van Freud in Amerika de PR-industrie zeg maar opnieuw uitvond. En daar de beginselen van psychotherapie eigenlijk naar de commercie trok. Gaat advertising eigenlijk over het identificeren van een deep human need. Of emotie, vaak onbewust. En het koppelen daarvan daaraan aan een product of aan een merk. En op die manier hopen we dan dat, omdat we allemaal dat diep willen voelen, we dan ook die producten gaan kopen. En in zekere zin geldt dat voor een digital agency zoals Tribal Database ook.
Ik heb eigenlijk nog niks verteld over Tribal. Heel kort, we zijn een digital creative agency. Dat betekent dat we heel veel doen met Facebook, heel veel doen op web, mobiel. Dat wil niet zeggen dat we nooit iets above the line doen, maar over het algemeen zitten we echt heel erg sterk aan de digitale kant. En het interessante van het digitale stuk, in tegenstelling tot de traditionele advertising, waarbij je dus die human need identificeert, mooi verhaal eraan hangt en dan vervolgens gaat dat de wereld in, zoals Bart al eerder aangaf, het one to many. Dat zat in advertising natuurlijk ook en zit nog steeds. Maar in digital heb je te maken met een interactie. Je stuurt iets weg, komt meteen iets terug. Dus dat betekent dat je ook een andere set aan mensen erbij moet gaan trekken. Niet alleen maar strategen die nadenken over het merk en over de merkverhouding. En, nou ja, goed, sorry als ik het verkeerd zeg, Ruud. Maar, en creatieven die daar een mooi ding van maken. Je hebt ook UX-designers nodig die gaan denken van, oké, hoe ga ik poeren in die hersenen van die gebruiker en daar iets nuttigs mee doen? Dat is niet zo eng als het lijkt, want ook al werk ik in advertising en UX-designers, stelt nog steeds de gebruiker centraal. Dus begint altijd toch nog wel te denken van, oké, wat wil die eigenlijk en waar is hij en waar is hij mee bezig? Dus ik dacht, het is misschien interessant in overleg met Mark en Marta, en, van misschien moeten we, moet ik eens laten zien hoe we dat doen. Dus ik wil jullie kort wat tools laten zien die we als UX-designers maken. En daarna wat voorbeelden van hoe je dan in de digitale wereld je audience captured. Dit is een kaart en die maken wij ook, alleen die zien er anders uit. Dat is de algemeen bekende customer journey. Zoals in de introductie al gezegd, beter goed gejat dan slecht verzonnen. Alleen als je iets jat, dan wil dat niet zeggen dat je daarna ophoudt met ontwikkelen. Dus het idee van de customer journey bestaat al heel erg lang. Hè, van waar komt die gebruiker vandaan, waar gaat hij naartoe. Maar dat kunnen we veel uitgebreider maken en daar kunnen we veel meer bij betrekken. Dus we kunnen gaan kijken welke... Dit is dan een voorbeeld van een klant waarbij we moesten nadenken over de situatie voor, tijdens en na de geboorte van een kind als ouders. Tot en met het eerste jaar. En dan ga je een kaart brengen op basis van allerlei research data. Wat gebeurt er in die verschillende periodes? Welke dingen zijn belangrijk? Welke functionele behoeftes zijn er? Welke emotionele behoeftes zijn er? Die kan je in kaart gaan brengen. Welke touchpoints, zoals dat dan heet, welke middelen worden er gebruikt om informatie in te winnen? En hoe kan je dat dan, wat kan je daar dan mee? Wat is het dan handig om te gaan doen? Dat kan je ook doen op het gebied van een campagne zelf. Dus als er eenmaal een idee is verzonnen van we gaan dit doen. Bijvoorbeeld, we hebben voor Philips op een gegeven moment voor de wake-up light. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is een wekker en dan gaat een lampje aan heel langzaam. En dan word je dus heel verfrist wakker in plaats van dat je plotseling de alarmklok. Dat is de claim van Philips en dat moesten wij bewijzen. Dus was het creatieve idee, we gaan een experiment doen. En we laten allemaal mensen, we geven ze allemaal zo'n wake-up light en dan gaan, gaan we ze laten testen, 's ochtends als ze wakker worden, of ze inderdaad zich beter voelen, of ze alerter zijn, of ze beter kunnen functioneren. En dat gaan we dan delen met de wereld. Nou, dat is mooi bedacht, alleen als UX-designer realiseer je dan meteen van ja, die meeste mensen, als je dat op Facebook gaat doen, en dit deden we onder andere op Facebook, ook een app, ook op web, dus dat is een multiplatform ding, dan wordt het al meteen heel ingewikkeld. Want ten eerste moet je die mensen niet alleen capturen, zeg maar, in eerste instantie, maar je moet ze ook vasthouden en zorgen dat ze terugkomen, misschien op een ander kanaal terugkomen enzovoort. Dus dan ga je echt bezighouden met die architectuur. En bovendien heb je ook te maken met de mindset van die mensen. Hè. De meeste mensen, dat drie uur momentje, dan ga je inderdaad op Facebook eens kijken en dan ben je absoluut niet geïnteresseerd in een of ander experiment waarin een merk wil bewijzen hoe zijn product echt werkt. Hè. Je bent gewoon op zoek naar iets een time waster, iets grappigs, iets kleins. Dus nou, dan gaan we kijken van wat gaan we allemaal doen. En nu zal hier enigszins overheen gaan, want dit is niet zo heel erg interessant, maar om te laten zien van je gaat eerst bepalen van wat zijn dan al die dingetjes die we gaan doen. Wat zijn alle verschillende pagina's, wat zijn alle verschillende momenten die we identificeren. En de verschillende fases zitten erin. Ik zal het niet helemaal uitleggen, want dan moet ik die hele campagne uitleggen, dat is veel te lang.
Vervolgens gaan we dan kijken, oké, als zo'n gebruiker dan binnenkomen, en de reden waarom ik dit enorme saaie diagram laat zien is omdat dit is dus hoe we die audience proberen te capturen, hoe we dat proberen te voorspellen, hoe we dat die architectuur maken. Dus je kan gaan zeggen van, nou, hoe komen ze in eerste instantie binnen? Door zo'n trigger. Nou, in dit geval was dat dan een heel grappig filmpje van hoe je wakker wordt. Dus dat kan zijn als de zombie, of als de grump, of als de chirp. Iemand die zo onuitstaanbaar vrolijk is, zoals vroeger. En dat is dan zo'n grappig filmpje en dat zie je dan. En dan nou, leuk, en dan wil ik ook wel kijken wat ik dan ben, weet je wel. Dus zo ga je dat een beetje proberen te bedenken van, nou, hier zijn ze nog helemaal niet geïnteresseerd in het hele grote productverhaal, maar ze willen gewoon iets lolligs. En dan hoe krijgen ze dan van lollig naar zelfpartij? En dan weer naar sharen, zodat andere mensen dat ook weer gaan doen. En dan vervolgens moeten ze liefst meedoen en dan ook nog die app gaan downloaden op hun iPhone. Enzovoort. Je hebt ook nog andere mensen, dus je hebt verschillende persona's die je daarbij moet verzinnen. Natuurlijk niet iedereen heeft dezelfde achtergrond. Sommigen doen wel mee, sommigen doen niet mee, sommigen moeten het zien. Nou. Dat is dus de tools die wij gebruiken om dat in kaart te brengen. Of wat voorbeelden daarvan. Maar dat is dus voor een UX-designer is dat een groot deel van waar je mee bezig bent. Om dat allemaal te bedenken, hoe die functionele en die emotionele need, zeg maar, hoe je die moet bedienen. En hoe je dan kan zorgen dat iemand van A naar B naar C naar D naar E gaat. Nou, wat voorbeelden van hoe je je audience dan captivate. Daar zijn we eigenlijk elke dag mee bezig, dus ik heb gewoon een paar goede voorbeelden eruit gekozen. En een beetje de types bedacht, de verschillende types waarmee je je audience kan vangen. De eerste en de meest klassieke zeg maar voor een creative agency is create an amazing experience. Doe iets fantastisch gaafs. En dit is een voorbeeld van iets wat ik fantastisch gaaf vind, wat we hebben gedaan. Ik hoop dat we geluid hebben. Convince real music lovers that the Philips Obsessed with Sound audio range allows them to hear every single detail in their music. We created Obsessed with Sound. Hear every detail. A unique interactive campaign that celebrated the individual artists behind every musical moment. We collaborated with the Grammy Award-winning Metropole Orchestra. Recorded a specially composed orchestral piece in 55 separate music tracks. And created an interactive music video with a visualizer that showed Philips' obsession with every detail. Users can see each and every musician and the pitch of every note being played. Now single out a musician to hear every detail. Whether it's the percussionist, the first violinist, or the vocalist, every musician matters. When listening to a musician, you can discover what's behind their sound. From the total hours they played in their lifetime, the number of notes they played in the piece, to their Facebook, Twitter, and personal playlists. The whole experience is accessed through Facebook, where we release interviews. It's always nice to be creative with sound. Behind the scenes footage. Luckily, we have the best guy with a stick you'll ever find. And product information. We also launched a special Obsessed with Sound music competition. I'm searching for the next big thing. From over 1,400 contestants, the winning band Inky had their track specially rewritten for the whole orchestra to play, created a music video, and had it recorded by U2 producer Steve Lillywhite. Obsessed with sound. Hear every detail. Ontzettende gave case om aan te werken. Daar is dan ook veel tijd en ruimte voor om dat echt heel goed te proberen te doen. En daar werken natuurlijk heel veel verschillende disciplines aan. Vanuit UX is dan, hier hebben we het dan wat minder over het verleiden, zeg maar. Want natuurlijk moeten we zorgen dat die flow goed is, maar het is wat minder verleiden. Want ja, dit is gewoon heel cool om te doen, dus dat hoef je voor de rest niet heel erg uit te leggen. Maar wat hier dan bijvoorbeeld wel heel interessant, de uitdaging voor ons is dan om te kijken hoe dat exploration zeg maar versus niet weten wat er aan de hand is. Want die interface die je daar aan de onderkant zag met die bolletjes die allemaal op en neer gaan, dat ga je niet uitleggen. Je moet niet eerst een handleiding van hoe moet ik deze site gebruiken. Dat moet je gewoon ervaren. Dus dat moet in één keer, aan de ene kant moet het niet te simplistisch zijn, want je moet er een beetje achter komen van, hey, wacht even, als ik hier op klik, dan zoom ik in op enzovoort.
Maar aan de andere kant, als je het te ingewikkeld maakt, dan snapt niemand het en haakt iedereen af. Nou goed, het waren geen 13 minuten dat ze erop bleven, maar 4,5 minuut gemiddeld. En dat, als je nagaat dat het muziekje eigenlijk maar 2 minuten lang is, dan, is het dus, ja, dan hebben ze dus meerdere malen zeg maar, daarna gekeken. Dus dat is heel erg gaaf. Dus dat is dan de uitdaging voor zo'n project als dat. Nou, een andere case en een ander uitgangspunt wat je kan doen in die digitale communicatie om die relatie met die audience te handhaven is make something useful. Doe iets waar mensen gewoon wat aan hebben. Een ander woord daarvoor is een branded utility. Dus dat is gewoon iets wat gewoon tof is. En nuttig. Dit is een case voor KLM. KLM, the Royal Dutch Airline, flies to more destinations than the average airline. And strives to fulfill their brand promise, journeys of inspiration. While most airline companies just focus on geographic location and price, we decided to make it a bit more personal. KLM Traveller, together we've been everywhere. An innovative user-generated tool that lets you find your ultimate holiday destination based on your interest. Here's how it works. The heart of the site is an ever-growing world of inspiring content from travelers all over the globe, with every piece of content geo-tagged, representing an interest plus a destination. Say you're a diving fanatic. Simply search for your interest, browse through the photos, and select a place you like. Now check out all the related content shared by other travelers about that destination. Check the local wiki travel content. Get a preview of the reef with YouTube movies and Flickr photos. Find the best local dive spots based on Foursquare and Google Maps content, and read the latest geotagged Twitter comments related to the spot of your choice. Got inspired? Traveller will always offer you a KLM flight to an airport nearby. We released Traveller in beta, so we can improve the platform with new social features on the fly. So whether you like mountain biking, architecture, or ice climbing, with help from travelers all around the world, KLM Traveller can find the destination that fits with your interests. KLM Traveller, together we've been everywhere. Nou, het leuke hieraan is dat voor iedereen, voor elk merk die iets met travel doet, met reizen doet, is zeg maar de ultieme reisgids, dat is een beetje de holy grail. Dat is altijd het eerste waar je over begint, van zou het niet tof zijn als. Het nadeel is dat het ongelooflijk moeilijk is, want er zijn miljoenen plekken op de wereld om naartoe te gaan, ook miljoenen verschillende dingen om te doen. Dus zou het dan niet mooi zijn om daarbij social media te gebruiken en de wisdom of the crowds in te zetten om dat te laten werken? Nou, dat klinkt logisch, is onwijs moeilijk. Daar zijn we wel achter gekomen. Dat wil niet zeggen dat het niet een succes was. We zijn erin geslaagd om die heilige graal te bereiken en om al die verschillende diensten via hun API's, dus hun koppelingen, webkoppelingen zeg maar, aan elkaar te knopen en te zorgen dat je inderdaad echt, zelfs als je een of andere rare hobby hebt, daar dan toch informatie van mensen over de wereld en daardoor zeg maar onverwachte destinations, niet de standaard van als ik van golf hou, dan ga ik naar, nou ja, ik hou niet van golf, dus ik weet niet waar je dan naartoe gaat, maar niet de standaard destination, maar een andere. Dus dat was ook heel leuk. En de uitdaging daar was natuurlijk de interface en te zorgen dat die ongelooflijk complexe technische backend, dat die op een of andere manier toch simpel voelt. En we hebben daar ook echt de Google searchbox als een soort van uitgangspunt gebruikt. Simpel moet het voelen. En daarnaast kan je ontdekken en weet ik veel wat. Nou, laatste case die ik wil presenteren. Daar hebben we nog geen mooi filmpje van, want dat is vandaag live gegaan. Het is een echte primeur. En het mechanisme, als we het hebben over mechanismes om je audience te capturen, wat daarachter zit, is communicatie. Een echte conversatie aangaan met je publiek, dat is nogal wat. Veel merken durven dat niet aan. KLM is een klant die heel vooruitstrevend zijn op het gebied van social media, ook heel veel verschillende interessante dingen hebben gedaan. Niet alleen met ons, maar ook met andere agencies. En die kwamen naar ons en die zeiden, ja, we zijn eigenlijk best een groene airline. We doen best wel veel, ze vliegen op biobrandstof gemaakt van frituurvet, misschien heb je misschien al van gehoord. Maar ze doen allerlei kleine dingetjes, bijvoorbeeld als je in het vliegtuig zit, dan krijg je plastic glaasjes.
in plaats van glazen glaas. Je zou zeggen, glas is veel meer duurzaam, hè, dat kan je wassen en opnieuw gebruiken, maar het is veel zwaarder. Dus je hebt veel meer brandstof nodig om met allemaal glazen te vliegen dan met plastic. Dus gebruiken ze recyclebaar plastic. Over al die dingetjes wordt wel nagedacht, maar om dat allemaal te gaan vertellen, dat is nogal wat. Bovendien, dat greenwashing wat heel veel bedrijven doen, dat is eigenlijk best wel irritant. Weet je wel? Dat je als gebruiker dan weer een heel verhaal over je heen krijgt van en we doen dit en we doen dat en we vinden dat de planeet, zeker als airline, ik bedoel, kom op, weet je wel, je vliegt over de hele wereld, dat is niet bepaald goed voor het milieu. Dus hoe kan je daar credible in blijven en hoe kan je zorgen dat je een verhaal vertelt waaraan naar geluisterd wordt en wat je niet meteen ook weer in je gezicht teruggesmeten krijgt. Dus zeiden we, waarom gaan jullie niet zelf die mensen die over dit soort issues praten opzoeken online? En ga gewoon op fora, op misschien krantenartikelen wat gaat over biobrandstof of een ander onderwerp. Waar mensen daarover discussiëren, ga daar maar ook praten en ga maar comments achterlaten, ga maar zeggen wat jullie doen. En daar moet je dan enigszins open in zijn en ook verwachten dat daar dan weer antwoorden op terugkomen. Maar jullie zijn, KLM is eigenlijk de groenste grote airline, dus ze hebben best een oké verhaal. Dus ga het maar vertellen. Nou goed, vervolgens heb je natuurlijk, dan ben je op al die verschillende plekken over het hele internet overal met een paar mensen aan het praten, dus dat is niet echt efficiënt. Dus ze hebben een platform voor ze gebouwd wat een beetje werkt zoals, hoe heet dat nou, die hele coole iPad-app die allemaal uit je Twitter alles binnentrekt? Flipboard, precies. Een beetje Flipboard-achtig principe. Dus we zeggen, oké, al dus stel ik ben ik kan het hier even niet lezen, maar laten we zeggen, voor bewijs van spreken, de Volkskrant of de Guardian, ben ik een artikel aan het lezen over biobrandstof. Daarin zie ik dan dat KLM een comment heeft achtergelaten. En daar staat dan een klein shortlinkje bij. Dan klik ik daarop. Dan kom ik terecht op dit platform, KLM Takes Care. Dat is hun naam voor dat CSR, dus Corporate Social Responsibility Platform. En dan op dat moment dat ik daar naartoe ga, dan gaat hij in feite voor die query, om het maar even technisch te zeggen, gaat hij dan een pagina in elkaar trekken. Dus hij kijkt van welk artikel kom je vandaan, waar gaat dat over, welke topic, welke tags. En op basis daarvan gaat hij dan allemaal andere content die waar ook of KLM zelf iets over te vertellen heeft, dus eigen artikelen, of andere artikelen van andere publicaties waar ze iets hebben gezegd, gaat hij erbij trekken. Dus dat betekent dat die communicatie, die authentieke communicatie die je voert op al die verschillende platformen, die werken niet alleen op dat platform, maar die werken ook voor iedereen die vanuit één van die bronnen uiteindelijk terechtkomt op dit platform. Nou, dat is ook alweer een tijdje bezig. Dit zijn allemaal geen projecten die je in een maand afrondt. Maar dat is ook echt, ja, dit gaat mij heel erg aan het hart wat dat betreft. Komt daar de do-gooding UX designer misschien een beetje meer naar boven dan de harde, geniepige advertiser. Dit is dus hoe je dan binnenkomt. Hier zie je ook van, ja, hier kwam ik vandaan. Dus je denkt niet van, where the hell am I? Hier kom je binnen. Vervolgens kan je dus over die andere meer artikelen zoeken. Nu is het nog allemaal vol met KLM-content, maar er gaat natuurlijk steeds meer externe content bij komen. Je kan op een artikel inzoomen. Het is een hele flexibele navigatie. Je kan alle kanten op. Het is niet zo van, we hebben één linker navigatie met alle topics. Maar ja, het is echt een ontdekplatform. Interactieve infographics om dingen te laten zien, interessant te maken. En net zoals Flipboard komt het dus uit allerlei externe bronnen. Maar het wordt wel in een soort rustige en een look and feel wordt gepresenteerd. We hebben het ook voor verschillende resoluties, voor iPad, voor mobile. Oh, dit is de homepage state, zeg maar. Er is niet echt een homepage, maar hier zijn alle verschillende artikelen als je binnenkomt. Bijvoorbeeld, als je niet vanuit een artikel binnenkomt, dan kan je zelf zeggen van, nou, waar ben ik in geïnteresseerd, welk topic. En als je op Schiphol bent of zo en je ziet dat plastic glas en je denkt, waarom in godsnaam plastic, en er staat op KLM Takes Care, dan kan je ook op je mobiele telefoon, al die content benaderen. Ook een heel erg leuk project. En vandaag, zoals gezegd, is dat live. En vandaag vliegt ook de eerste intercontinentale vlucht van KLM naar Rio de Janeiro, waar op dit moment de klimaattop plaatsvindt, op biobrandstof. Dus als je zulke soort projecten doet, dan voel je je niet meer als de grote Satan, maar misschien meer een beetje als een klein schattig, af en toe wat ondeugend duiveltje. Dat was hem, wat mij betreft.
Goed. Wie heeft vragen aan David? Mag ik iemand het woord geven? Wie of wie? Kijk uit hoor, anders doen we het zelf. Zijn er UX-designers hier? Ruud wil een vraag stellen. Ah. Kijk eens aan. Nou, prachtige presentatie, ook erg mooi werk. Ik ben heel benieuwd, want die derde van KLM die zat onder de categorie de communicatie. Dus ik begrijp ook heel goed dat al die content daar zeg maar wordt samengebracht. Maar dan is de hoop, denk ik, de verwachting ook dat mensen daar dus ter plekke over verder gaan discussiëren. Dat er conversatiethreads ontstaan. Je hebt helemaal gelijk, daar ben ik helemaal vergeten uitgebreid op in te gaan. Dankjewel. Het is niet afgesproken. Inderdaad is dat precies de point van dat platform. Niet alleen maar om dan, dat het niet alleen maar weer een zendplatform wordt. Maar het uitgangspunt van KLM is dat ze inderdaad zeggen van, we hebben allerlei initiatieven, we nemen dit onderwerp serieus. We zijn een airline, dus we kunnen niet claimen dat we Greenpeace zijn. En we weten ook dat er allerlei dingen beter kunnen. Dus we willen die conversatie inderdaad opengooien. Dus dat betekent dat je inderdaad, een van de hoofdfuncties van die site is juist om bij al die artikelen, kan je inderdaad die conversatie gaan aanzwengelen en dat ook weer delen op je sociale platformen enzovoort. Waardoor je weer andere mensen betrekt in die conversatie. Dus inderdaad wel degelijk bedoeld als een communicatie, een two-way communicatieplatform. Ja, goed punt. Vraag achterin. Ja. Wat ik me afvroeg, je vertelde over hoe jullie content uit allerlei bronnen binnenhalen eigenlijk. Zit je er niet met copyright issues? Kun je dat zomaar overal vandaan trekken? Nou, zoals de nieuwsmensen onder ons weten, is dat op zich inderdaad wel beperkt, maar wel mogelijk. Je mag een bepaalde hoeveelheid karakters van een nieuwsbron mag je gewoon binnenbrengen en daarna link je gewoon naar dat artikel. Dus het is ook niet zo dat we dit platform zien als een soort funnel-achtige destination. Van als je er eenmaal op zit, dan is het klaar en dan gaan we nu eindeloos tegen je aan ouwehoeren over CSR. Het is wel degelijk, je kan ook weer, als ik via artikel A binnenkom en ik zie dan een ander artikel, dan kan ik net zoals bij Flipboard, kan ik een stukje daarvan lezen en dan vervolgens word ik weer naar dat platform toegestuurd. En dan kan ik ofwel daar de conversatie oppakken, of de communicatie oppakken, of ik kan daar de rest van het artikel lezen, want dat mag je inderdaad niet zomaar binnentrekken. En dan weer teruggaan en op het platform zelf die conversatie, dus meer direct met KLM. Ik had hier een vraag. Ik was heel erg onder indruk van het Traveler voorbeeld. Dus ik ging meteen opzoeken op internet ook. En er was inderdaad heel veel nieuws over. En daarna zag ik het langzaam verdwijnen. Ja. En dan bracht mij eigenlijk op de volgende vraag. In het kader van Captivate Your Audience, say, create an amazing experience. Dat is heel duidelijk. Alleen er is niks zo onderhevig aan inflatie als een experience. Je ziet hem één keer in is je amazing. In de tweede keer is je leuk. In de derde keer denk je van, oh, seen it, done that. Hoe kijken jullie naar dat andere aspect van duurzaamheid, dus niet de groene duurzaamheid, maar de ontwikkeling in de tijd van dit soort initiatieven? En hoe ga je daarmee om te voorkomen dat het doodbloedt? Nou ja, kijk, sommige experiences die zijn ervoor gemaakt om gewoon tijdelijk geconsumeerd te worden, zeg maar. Zoals het eerste voorbeeld wat ik gaf van Obsessed with Sound. Traveler, dus die zoekmachine. Die hebben we in beta gereleased, omdat dat inderdaad gewoon, omdat het gewoon technisch extreem ingewikkeld is. Dus soms werkten er allerlei dingen niet en dan moesten we eventjes snel aan gewerkt worden. Dat betekent ook dat dat soort projecten die vereisen nogal veel investering, niet alleen financieel, maar ook qua tijd en qua onderhoud. En op dit moment is KLM natuurlijk zelf ook bezig met allerlei herorganisaties. Gaat niet bepaald fantastisch in de luchtvaart. Ook KLM heeft daar mee te maken. Dus die zijn ook bezig om te gaan kijken van, wat is dat Traveler in ons hele ecosysteem van adviestools, zeg maar, die we maken. En dat betekent dat hij op dit moment volgens mij niet eens in de lucht is, of hij is misschien weer wel in de lucht. Maar ze zijn bezig in ieder geval om dat te bekijken, wat gaat daarmee gebeuren? Gaat dat geïntegreerd worden met iets anders? Gaat iets anders geïntegreerd worden daarmee? Dat weet ik nog niet. Ik denk wel dat het principe aan zich, als eenmaal de commitment daar is, dan wordt het eigenlijk steeds relevanter zelfs. Want wat ik nog niet heb verteld is dat die content, die reageert ook op hoe mensen er gebruik van maken. Dus je kan al die stukjes content, bijvoorbeeld filmpjes of tweets, die bijvoorbeeld heel relevant zijn, want het is allemaal real-time. Dus als ik
een zoektocht doe naar het diepzeeduiken, dan krijg ik de tweets van dat moment en de content van dat moment wordt binnengetrokken. Maar als daar bijvoorbeeld net staat van, nou, je moet sowieso niet deze diving school, of juist wel deze diving school proberen, dan kan je als gebruiker zeggen, oh, leuk, dat is een goede tip. Dus die maak ik sticky. En dat betekent dat daarna, volgende keer, wordt real-time informatie plus die ene tweet wordt opgehaald. Dus het is een platform, een zelflerend platform, wat er in principe steeds relevanter kan worden. En ja, dan kan je allerlei leuke dingen gaan doen, als bijvoorbeeld een zoektocht bewaren, opslaan en dan zeggen van, nou, als er een keer een deal is, een discount naar deze destination, dan wil ik wel een mailtje ontvangen. Nou ja, goed, the sky's the limit. Eén vraag nog achterin, Joris. Ik zie heel veel gave user experience waarmee ik absoluut snap dat je daarmee de aandacht van een klant vangt. Maar hoe vertaal je dan die aandacht als je die eenmaal hebt naar een doelstelling van je klant toe? Want dat zie ik bij heel veel campagnes of zaken die er gelanceerd worden, vraag ik me af van, ja, mooi. Maar wat heeft uiteindelijk een bedrijf eraan die er veel geld voor betaalt? Kun je een voorbeeld geven? Nou, dat is een hele pertinente vraag in advertising. Ik denk dat je hebt sommige campagnes die zijn echt gericht op sales. Je hebt de producten die zijn gericht op activatie. Je hebt campagnes die zijn gericht op awareness. Deze cases die zijn allemaal niet primair bedoeld om producten te verkopen. Wel in tweede instantie. Maar bijvoorbeeld de Obsessed with Sound case van Philips. Philips heeft niet de reputatie van een boze of een B&O. Maar ze maken wel hele goede, vinden ze zelf, en dat is ook wel zo, ze maken hele goede audioapparatuur. Dus ze willen eigenlijk, ze komen bij ons en ze definiëren een bepaalde doelgroep. Ze zeggen, deze mensen, de mensen echt een beetje hi-fi nerds, zeg maar, die moeten eigenlijk gewoon vinden dat Philips ontzettend interessant is. En dat moeten wij dan vertalen naar een campagne. Dus in dit geval is het doel van zo'n campagne is echt om die interactie met dat merk in de context van aandacht voor elk... dit is in feite een verpersoonlijking van het idee van je kan alles horen bij Philips apparatuur. Dus daar zit een vrij indirect doel aan. Wat overigens niet betekent dat er niet heel veel is doorgeklikt. Ik ben geen stratege, dus ik heb de cijfers allemaal niet bij de hand. Maar veel meer dan we hadden afgesproken als KPI met de klant, is er doorgeklikt naar de product, naar de catalog, zeg maar, dus naar de producten zelf. Want natuurlijk zorg je wel. Hetzelfde geldt voor Traveler, dat is ook niet primair bedoeld om kaartjes te verkopen, want vanuit die inspiratie is de link naar €600 neerleggen voor een ticket is nogal rigoureus. Maar de weg is er wel. Dus als je denkt van, nou, ik ga het nu doen of ik gaat later doen, dan kan je dat opslaan en dan kan je dat op zich wel kopen. Dus goede vraag, het verschilt per campagne. Oké, dat was het, David. Ontzettend bedankt. Jullie ook, bedankt. Heel interessant. Mooie kwestie.